Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik je laten zien hoe ik deze babyboom nail arts heb gemaakt. En dit is eigenlijk een vervolg op een video die ik vorige maand maakte. Ik heb daar echt super veel vragen en reacties op gekregen. Dat was namelijk deze nail art. Ik ga hem nog eventjes laten zien. Ik maakte toen die babyboom nagels met de verschillende pigmenten van L'Essente. En ik heb daar dus heel veel reacties op gekregen. Ik kreeg zelfs berichtjes van de groothandel dat jullie allemaal massaal deze producten aan het bestellen waren. Het leek me dus wel leuk om er een soort vervolg op te maken. Dus in deze video laat ik je een andere variant zien. En omdat ik weet dat een heleboel van jullie al dit soort producten en deze kleurtjes in huis hebben, is het wel leuk om er misschien nog een keer een nail art mee te maken. Ik heb er deze keer wel een beetje een herfstige variant van gemaakt. Deze was wat meer in de roze tinten. En deze heb ik wat meer in de peach en oranje tinten gedaan. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon in het roze doen. Kijk even wat je zelf in je collectie hebt of wat je mooi vindt. En ik heb hier ook overheen gestempeld met wat witte stempels. Ik vond het wel een leuk effect geven, want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze babybooms altijd een beetje saaier vind. Dus als jij dat ook vindt, dan kun je natuurlijk die babyboom heel makkelijk een beetje opleuken, een beetje interessanter maken met een eenvoudige stempel. Ik heb gewoon hele simpele stempeltjes gebruikt, juist een beetje van die lichte stempels, heel luchtig. Omdat ik natuurlijk wel die babyboom wil laten zien. Maar ik heb er gewoon met wit wat hele leuke sierlijke stempeltjes overheen gezet. Ga ik je zo meteen laten zien. Ik ga je wat opties geven voor verschillende stempelplaten die je kunt gebruiken. Ik ga je alle kleuren laten zien van de poeders, van de pigmenten die je voor deze nail art kan gebruiken. En ik ga je twee voorbeeldjes laten zien. De voorbeeldnageltjes ga ik lakken met een hele lichte kleur. Dus wit of een andere kleur die bijna wit lijkt. De kleur die ik nu gebruik is Blanche van L'Essente. Dus als jij gewoon wit in je collectie hebt of een hele lichte crème kleur, dat is prima. Ik had al één laagje aangebracht. Op zich was dat al meer dan voldoende, want er gaan toch die poeders nog overheen. Maar nu voor de video breng ik even een tweede laagje aan. Dus nu is die echt perfect dekkend. Dit gaat natuurlijk in de lamp. En dat doe ik met die andere nagel ook. Tweede laagje aanbrengen. Uitharden in de lamp. En dan kunnen we zo meteen verder gaan met die pigmenten. Ik ga je nu eerst al deze kleurtjes laten zien. L'Essente noemt deze pigmenten de Nail Shadows. Dit is Perfect Peach Nail Shadow. Dus pak even pen en papier erbij als je de namen wilt onthouden. Perfect Peach, dat is dus een mooi een beetje oranje tintje. Vind ik heel leuk. Leuk voor de herfstmaanden natuurlijk. Dit is geen Nail Shadow, maar dit is een Stardust Glitter. Dus dat is een hele fijne poeder. Deze is echt heel erg mooi. Dit is Neptune. Dit is een van de eerste glitters die ik heb aangeschaft ooit van L'Essente. Echt heel erg mooi. Deze kun je dus ook prima als zo'n pigmentje gebruiken. En er zitten hele mooie shimmertjes in. De volgende is ook weer een nail shadow. Dat is Cinnamon. Ook een hele mooie. Die is wat donkerder. Dus ook echt perfect voor de herfstmaanden. En je kan ze natuurlijk ook op andere manieren gebruiken. Jullie hebben in mijn vorige video's ook wel eens gezien hoe ik de pigmenten gebruik. En dit is White Ombre. Dit is de witte. Die is natuurlijk onmisbaar als je echt een babyboom wilt maken. Van wit naar roze of van wit naar peach. Bij deze heb je iets minder het effect van het wit. Kun je iets minder dat wit zien. Maar bij die roze variant zie je wel dat het echt wel wat meer wit is aan het uiteinde. Maar die witte is echt onmisbaar. De andere is Cappuccino. Dat is ook een nail shadow. Ook een wat donkerdere. Deze is iets meer bruinig. Terwijl deze ietsje meer naar het... Ja, deze is ook bruin, maar die neigt iets meer naar het roze. Dus er zit echt wel verschil in. Allebei mooi. Echt leuke herfstkleuren. En tot slot heb ik Fable uit de Glimmenté collectie. Dit is ook een beetje zo'n hele fijne poeder. Er zitten ook glitters in, maar iets grovere glitters. Dus deze glitter heeft wel net een iets andere structuur dan die andere. Maar die past er ook heel mooi bij. Dus dit zijn de 6 kleurtjes die ik voor deze voorbeeldjes heb gebruikt. Dus je kan ze leuk met elkaar mixen en matchen. Ik vind het zelf wel het mooiste om de lichtste kleur aan het uiteinde, aan het puntje te gebruiken. Want dan krijg je natuurlijk echt een beetje dat babyboom effect zoals je hier bij die eerste nagel kunt zien. Maar je kan het zelf gewoon leuk met elkaar mixen en matchen. Dus kijk even wat je zelf mooi vindt. Ik ga dus twee voorbeeldjes laten zien. Ik ga in ieder geval die Neptune gebruiken. Vind ik heel erg mooi. Ik wil die peach ook gaan gebruiken. En ik denk ook een van die donkerdere kleuren. Deze en dan met die witte denk ik. De eerste nagel ga ik doen met die witte en de Perfect Peach. Vind ik een hele mooie combi. Ik begin met wit. Pak meestal het eerst de lichtste kleur. Die breng ik dus aan hier op het uiteinde. En er zit nog een goede plaklaag op die gel polish. En daar kun je dan weer heel mooi die poeders in plakken. Zo, je brengt het aan ongeveer tot op de helft. Net ietsje eroverheen, denk ik.
Dan maak ik mijn penseel schoon. Ik gebruik trouwens het P1 penseel van Lecente. Een mooi fluffy penseel. Ideaal voor die pigmenten. En dan pak ik die Perfect Peach. Mooie oranje kleur. En die dep ik dan op de andere helft van de nagel. Ik dep hem een beetje naar beneden. Dat hij mooi over dat wit heen gaat. En dan krijg je eigenlijk al meteen een hele mooie fade. Sommige combi's die lukken in één keer. Die zijn in één keer gewoon mooi. Helemaal perfect. Daar hoef je verder niets meer aan te doen. Ik had het in de vorige video ook laten zien. Mocht het nou nog niet helemaal perfect zijn. Nog niet helemaal naar je zin. Dan kun je eventueel ook nog een tweede laagje aanbrengen. Maar eerst komt de volgende stap. En dat is denk ik wel de belangrijkste. Die zorgt ervoor dat je echt een hele mooie egale babyboom nagel krijgt. En hier zitten allemaal nog losse poeders. Die veeg ik even weg. Maar de volgende stap is dus de Angelique. En dat is een gel polish. Een witte doorschijnende gel polish. Die zorgt ervoor dat de kleuren mooi in elkaar smelten. Het lijkt hier heel erg wit. Dus je denkt, oh jee, nu ga ik heel mijn nail art verpesten. Maar juist als je zo'n doorschijnende kleur eroverheen aanbrengt. Dan krijg je echt een heel mooi effect. Je ziet hier echt goed die kleuren in elkaar smelten. En eigenlijk is deze al prima zo. Dit ziet er natuurlijk al hartstikke mooi uit. Dus één laagje is eigenlijk voldoende. En zeker als je er nog overheen gaat stempelen. Dan is dit prima. Ben jij nu echt een perfectionist, dan kun je hier natuurlijk altijd nog een tweede laagje overheen doen. Dan hard je dit uit in de lamp. Dan zit er weer een plaklaag op. En dan kun je eventueel nog een keer die poeders aanbrengen. Dan krijg je een nog mooier overloopje. Dan zijn de kleuren iets sprekender. Maar eigenlijk vind ik hem prima zo. En bij die andere nagel ga ik Neptune aanbrengen. Dat is die mooie glitterende kleur. En Cappuccino. Ik begin weer met die lichte kleur. En je ziet dat die heel mooi glitterend is. Ik vind dit echt een geweldig kleurtje. Heel mooi. Als je deze over een donkerdere kleur aanbrengt, dan wordt die echt wat meer goudachtig. Je ziet het nu ook wel een beetje, die gouden gloed. Echt heel mooi. En die matcht ook mooi met die cappuccino kleur. Dus die brengen we nu hier aan de bovenkant aan. En je ziet dat ze heel mooi met elkaar matchen. Je kan ze een beetje goed in elkaar laten blenden. Zorg dat het er in het midden mooi uitziet. Zo. Eventueel kun je nu nog een beetje van die Neptune pakken en dan hier overheen deppen. Dan ontstaat er eigenlijk ook al meteen een mooie blend. En dan heb je denk ik ook maar één laagje nodig van die pigmenten. En ook hier gaan we natuurlijk die Angelique overheen doen. En dat geeft echt meteen een heel mooi effect. En het is niet zo wit als dat je denkt aan het kwastje. Zodra je hem aanbrengt, dan zie je eigenlijk dat hij vrij doorschijnend is. En dan smelten de kleuren mooi in elkaar. Ik vind het een hele mooie combi. En ook deze is eigenlijk prima met één laagje. Maar bekijk het zelf gewoon eventjes. Als je denkt, ik heb het net niet mooi over laten lopen. Breng dan gewoon hier in het midden nog wat van die extra Neptune aan bijvoorbeeld. Dan zie je wat meer glitters. En dan blendt het wat mooier. Dit gaat ook in de lamp. En dan ga ik er zo meteen nog overheen stempelen. Dit zijn de stempelplaten die ik heb gebruikt voor deze nail art. Dit is Crystalline Mystery. Dat is in samenwerking met V. En hier zitten een beetje van die soort veertjes op. En hier nog wat van die sierlijke takjes. Die had ik gebruikt hier op de nagel. Hier zie je die veertjes. En hier is dat sierlijke takje. Die vind ik ook heel erg mooi. Dit vind ik ook een hele leuke plaat. Dit is Gorgeous Gypsy. En daarop staan allemaal van die mooie veertjes. Hier van die hangende veertjes. Die had je ook heel leuk kunnen gebruiken. Maar ik heb deze gedaan. En die heb ik hier op dit voorbeeldje gebruikt. Ziet er ook heel erg leuk uit. En je hebt toch nog genoeg wit blank eronder, zeg maar. Waardoor je die babyboom nog goed blijft zien. Dus dit vind ik ook een hele leuke. En ik heb ook nog deze gebruikt. Hier zitten van die bloemetjes op. Dit is een dubbelzijdige stempelplaat. Dit is een van de laatste nieuwe. Dit is Butterfly Garden. Ik heb deze gebruikt. Hier zie je van die vlindertjes. Die heb ik hier gedaan. Echt heel erg leuk. Je kan het misschien slecht zien op de camera. Maar dat is wel echt een hele mooie. Ook heel luchtig is die stempel. Je ziet wel heel goed die vlindertjes. Maar je ziet ook nog heel mooi de ondergrond er doorheen. En dat effect wilde ik juist een beetje. Dus dat is leuk met die vlindertjes. En ik heb ook deze gebruikt. Die bloemetjes. Even kijken hoor. Die zie je hier op dit voorbeeldje. En hier op dit voorbeeldje. Dus die vind ik ook heel erg leuk. Dus ik ga even bedenken wat ik nu op deze nageltjes ga doen. Ik denk dat ik die vlindertjes weer ga doen. Want die vind ik wel heel schattig. En misschien nog wat van die bloemetjes. Ik ga stempelen met de witte stempellak van Yours. En ik gebruik de Halo stamper, de grote doorschijnende stamper, om de stempels te zetten. Ik ga beginnen met deze vlindertjes hier in het hoekje. Ik breng wat van de witte stempellak aan. Het plaatje is precies groot genoeg, zodat hij op de hele nagel past.
Ik ga er overheen met de schraper. Ik pak hem op met mijn stamper. En dan duw ik hem op de nagel. Hij moet er net een klein beetje schuin op, denk ik. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, je eigen nagels of die van klanten zijn meestal niet zo lang. Dus dat past precies. En doordat deze ondergrond net ietsje donkerder is, vallen nu die vlindertjes iets beter op. Op dat andere voorbeeldje had ik een wat lichtere kleur. Was het misschien net iets minder zichtbaar. Dus ik dacht, ik ga hem nog een keer op die donkere kleur doen. Vind ik echt een hele leuke stempel. En op dit andere voorbeeldje ga ik zo'n bloemetje maken. Vind ik ook heel erg leuk. Ik had er ook nog over getwijfeld om van die herfstblaadjes te doen. Zou er ook prima op kunnen, maar ik heb nog een andere herfstnail uit op de planning staan. Dus ik dacht, laat ik nu maar even wat anders doen. Maar deze bloemetjes zijn echt heel erg leuk. Heel licht ook. Heel fijn, maar ze komen mooi strak op de stempel. Kijk, en die zet ik hier gewoon een beetje aan de zijkant. Geeft een heel licht effect, maar wel echt heel leuk. Heel subtiel. Ik heb ook echt klanten die juist van dit soort subtiele nail arts houden. Dus daar is dit echt perfect voor. Ik ga hier een topcoat overheen doen. En dan laat ik je zo het eindresultaat zien. En hier zie je de twee voorbeeldjes die ik net gemaakt heb. Ik hoop dat deze ook een beetje te zien is. Maar onthoud dus, als je een witte stempel zet, probeer hem dan een beetje over dat donkere heen te doen. Want hoe verder je hem naar beneden doet, hoe minder dat hij zichtbaar is natuurlijk. En anders kun je altijd natuurlijk ook met een andere kleur stempelen. Je had eventueel ook met een bruine kleur of een andere mooie herfsttint kunnen stempelen. Alle producten die ik in deze video heb gebruikt zijn allemaal verkrijgbaar via LS Cosmetics. Daar kun je dus onder andere alle producten van Lescente vinden, alle stempelproducten van Yours. Ik zal een link van die webshop onder de video zetten. Ik ben natuurlijk weer heel benieuwd wat jullie van deze nail arts vinden. Welke combi vind jij het mooist? Laat het even weten bij de reacties hieronder. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je heel snel weer in de volgende video.